Oh, dan kun je gewoon weer overnieuw beginnen. Ja. Dus in feite werkt jouw krijtje nu als een gum en jouw gum als een houtkoolkrijtje. Welkom bij les 4 van deze zesdelige serie van het houtskoolportret van het Rijksmuseum Creative. We hebben een zwart vlak gemaakt op papier. Dat is goed gelukt. We gaan natuurlijk met de kneedgum straks dingen weghalen uit het zwart, uit het zwarte vlak. En dit werkt heel goed om dingen licht aan te zetten. Dus het is eigenlijk een kwestie van andersom denken. En wat ik wil doen in het begin is niet eens zozeer in lijnen gaan werken zoals je dat met houtkool zou doen. Maar heel even aangeven waar zich het gezicht bevindt, waar de arm ongeveer moet uitkomen. Zodat je puur een houvast hebt. Daar hebben we natuurlijk al een oefening mee gedaan met de lijntekening. Dus als het goed is weet je wel ongeveer waar het zou moeten komen. Maar dat kun je bijvoorbeeld doen door te beginnen bij de bovenkant van het gezicht. De onderkant even aangeven. Zodat je ongeveer weet hoe groot het allemaal wordt. Gezicht staat er al een klein beetje op. Ik zie al een beetje de vorm bij jou. Ja. Oké, de ogen denk ik ongeveer. Ja, dat je een beetje een houvast hebt. Zorg ervoor dat die hoed er nog op past. Die is natuurlijk ook wel gaaf om straks te zien in het portret. Top. Top. Wat ik wil doen is dat je je gum weer even schoon kneedt. Zodat je een stip kan zetten. Dus een niet al te dikke punt. Ja. Ik zal nog even dit voorbeeld omhoog houden. Want wat wel grappig is, is dat je al heel goed kunt zien waar het licht vandaan komt. Want vaak zijn die delen staan meer naar voren en ze vangen letterlijk het licht op. Dus hier zie je dat het licht via haar arm zo naar de hand het gezicht binnenreist. Als je het lichtste gedeelte zou mogen aanwijzen. Er is een trucje voor om dat te zien. En dat kan bijvoorbeeld zijn met je ogen knijpen. Dus dat je zo tuurt door je ogen en dan naar het gezicht toe. Wat zou dan bijvoorbeeld daar het allerlichtste in zijn? Ik zet eigenlijk altijd mijn bril af. Ik heb behoorlijk slechte ogen, dus als ik mijn bril afzet, kan ik de contrasten heel goed zien. En als ik dat zo bekijk, dan zie ik dat het linker gedeelte van het gezicht een stuk lichter is. En een stukje licht zie ik vallen op de arm en de onderste kant van de hand. Dat is precies waar we mee gaan werken. Met die kneedgum gaan we vlakken aanbrengen in de tekening. We beginnen bij de allerlichtste vlekken. En waar op jouw tekening zou dat zijn? Dus dan denk ik dit gedeelte van de neus. Ja, neem maar veel weg hoor, want daar kun je echt wel flink wit maken. Zodat de witste toon ook echt het meest witte papier is wat je nog tevoorschijn kan halen. Ja. En dan kan ik de rest ook al licht gaan. Nee, alleen maar nog eventjes alle lichte vlek. Dus kijk goed, ik moet dus even door mijn oogharen turen. Ja. En dan zie ik dat een deel van het gezicht dat doet. En die handpalm, die steekt er bij mij echt zo bovenuit. Althans niet de handpalm, maar de zijkant van de hand. Probeer dus echt die tekening te maken bestaande uit vlakken. Lijnen, daar komen we later nog wel op terug. Ja. Terwijl je die vlekken aanbrengt in het gezicht, probeer niet te snel toe te werken naar de details, dus naar de fijne dingen. Daar komen we nog wel op. Het gaat echt even om de grootste, belangrijkste lichtvlekken. En dan toewerken naar de middentonen, terwijl je eigenlijk het donkere gedeelte nog in het donker laat. Dus ik zie jou nu in het gezicht al heel veel verschillende vlekjes aanbrengen. En daardoor wordt het ook heel moeilijk eigenlijk al voor ons om af te lezen wat er staat. Dus probeer die vlakken meer één te maken terwijl je de gradatie houdt. Dus terwijl je toonverschillen houdt in hoe licht het is. Dus eigenlijk zo grof mogelijk. Ja, je noemt het grof of noem het precies juist op de locatie. Ja, maar jouw tekening is ook veel groter dan de mijne. Ja, wil je mijne hebben? Zullen we mij verhalen? Absoluut. Ja, dankjewel. Kun je beter inzoomen. Ik zou best wel even opnieuw kunnen beginnen met dat stuk. Dus pak even je krijtje en maak het gewoon opnieuw donker. Dan zie je dat je op het moment dat het niet gelijk op perfecte plek stond, dat het helemaal niet uitmaakt, omdat je het of heel makkelijk kan uitvegen of gewoon weer opnieuw donker kan maken. Oh, dan kun je gewoon weer overnieuw beginnen. Ja. Dus in feite werkt jouw krijtje nu als een gum en jouw gum als een houtkoolkrijtje. En dan af en toe het gummetje ook even schoonmaken? Ja, blijf hem kneden, want op den duur zal je merken dat je op dezelfde plek geen zwart meer weg kan nemen, omdat hij te verzadigd is. En dit doen we ook nog steeds. Redelijk grof, hè? Dus wat zo fijn is aan dit schilderij, is dat je die verfstreken eigenlijk heel goed ziet.
Je ziet bijna letterlijk hoe ze erop zijn gezet. Dus niet alleen is qua contrast dit schilderij heel goed om die licht-donker verschillen te zien. Maar je kan ook bijna dezelfde kwaststreken nabootsen met zo'n kneedgun. Dus zeker in de mouw en in de kleding waar het wat grover is opgezet, werkt deze techniek heel goed. Hey, en mocht je het nou niet helemaal meer zien, wat goed werkt als je achter een ezel staat, maar net goed opnieuw wanneer het platter op de tafel ligt, doe even een paar stappen achter. En dan zie je het geheel beter. Dan zoom je uit als het ware en dan kun je verschillende verhoudingen onderling beter waarnemen. En dan af en toe ook even door je oogleden heen kijken om... Ook die truc die moet je de hele tijd blijven aanhouden. Ik spring altijd wel van de hak op de tak. Dat klopt ook wel, want je kijkt natuurlijk en op het moment dat je ergens bezig bent, valt een ander stukje ook op. Je bent de hele tijd vergelijkingen aan het maken met hoe licht het andere gedeelte moet zijn als je daarmee bezig bent. Dus dat klopt precies. Het zou te veel als een puzzel aanvoelen als je alleen maar in het gezicht bezig bent om vervolgens dezelfde aandacht te verdelen over de mouw. Dus het is heel goed juist om het heen en weer te gaan. En dan krijg je sneller overzicht op het geheel wat je doet. Zie je het geheel in zijn geheel. En dan kun je weer achteruit stappen en kijken of het samenwerkt. Dus je kan nou eigenlijk ook het gedeelte hier achter de hoed ook al een stukje lichter gaan maken. Ja, dat gedeelte. Je ziet een klein beetje alsof er een soort pilaar achter staat, is het niet? Ja. Dat valt mij ook op. Ik zou wel de meeste detail en aandacht straks houden voor het middelste gedeelte, maar je kan het een klein beetje uitgummen zonder dat het lichter wordt dan wat je op de voorgrond hebt. Oh, dus gewoon heel vaag een beetje weghalen. En natuurlijk is ook, je zou eventueel met je vinger even kunnen kijken of je dat zachtjes weg kan vegen. Dat is eigenlijk... Want dan duw je de... Oh ja, dat voelt ook even heel anders aan. Ja. Dus die wisselwerking werkt alleen wel goed hoor. Ja. Dan duw je het zwart eigenlijk een beetje over elkaar heen. Dat was hem voor deze les. De volgende les gaan wij kijken hoe we ook weer krijt kunnen toevoegen om juist weer dingen aan te zetten die misschien nu juist wat te licht zijn geworden. Of juist om er weer meer een tekening van te maken. Zodat er weer meer houvast komt op wat de details zijn en waar uiteindelijk het resultaat op moet lijken.